Vijf voor bijna drie ramen. Ja. Oké, en uit zo'n modder toe. U bent de eigenaresse van deze zaak? Ja. Dus de tweede keer in een korte tijd, hè? Ja, de derde keer in een jaar tijd. Als ik de ramkraak mee reken. Wat is er precies gebeurd? Nou, er kwam een meneer binnen met een capuchon. En die wilde een duurste horloge kopen wat we hadden. Dat hadden we niet. Maar toen was hij met wat goedkoper uit de etalage, denk ik, tevreden. Want toen is hij dus maar met een moker de etalageruit in gaan slaan. En dan had hij een rugzak bij hem en daar heeft hij dan maar in gegooid wat hij dacht nodig te hebben. Schrik zat er goed in? Ja, ik ben wel gewend in al die jaren. Ja. Maar je staat geheel gek te kijken natuurlijk, dat is niet zo moeilijk. Want dit verwacht je natuurlijk niet. Nee, zeker niet nou, na de acties op tv en hier in het winkelcentrum. Nee, nee, ik dacht nu is het veilig, nu loopt er zoveel bewaking, dit gebeurt nooit meer. Maar, dat schijnt dus toch niet te werken. En is hij nog aangehouden? Of? Denkelijk wel. Dat was heel goed signalement. Dus ook de camerabeelden van de Keizerwaard zelf en ook van ons zelf. En ook van de omstanders die op Keizerwaard liepen en de man geprobeerd hebben te laten stoppen, zeg maar. Iemand heeft hem nog laten struikelen. Toen is hij nog tegen een etalageruit aangevallen, maar hij is weer overeind gekrabbeld en weer vrolijk verder gegaan. Maar volgens de politie hebben ze een verdachte te pakken, moet ik dan altijd zeggen. Ja. Ja. Maar het publiek heeft dus ook mee geholpen. Ja. Ja, die waren heel erg boos, heel erg fanatiek. Ook een medewerkster van ons, die was verschrikkelijk boos. Die heeft hem bijna eigenhandig vermoord. Nou, is overdreven, maar ze was wel zo boos dat ze het niet zomaar op zich liet zitten in ieder geval. Daar komt het op neer. Ja, het is ook brutaal naar alles wat er gebeurd is. Ja, absoluut. En we mogen nog heel blij zijn dat die meneer een moker heeft gekocht uit de 5 euro bak bij Karwei. Dus hij brak af, want anders had hij waarschijnlijk de verkoopster die hem wilde pakken, doordat ze het niet pikte eigenlijk, misschien wel met de hamer kunnen slaan zelfs. Dan had het heel veel slechter afgelopen eigenlijk. Ja. Ja. Hoe ga je nu verder? Gewoon verder, want we kunnen niet allemaal uitkering halen. Hè? Dan is de pot zo leeg. Dus we gaan maar gewoon door. Om deze aapjes ook weer aan het eten te houden. Ja. Ik hoorde net dat het glas verbeterd wordt. Ja, ja, ja. Ja, we hebben de vorige roofoverval al heel veel beveiligd en verbeterd eigenlijk. Maar dat soort tuig is niet te stoppen. Er was wel belangstelling van de deelgemeente en andere instanties, hoorde ik? Ja, heel veel. Vorige keer ook. Heeft enorm geholpen, ook vanaf de vorige keer. We zaten hier met het probleem. Ja. Ja, goed, ik moet eerlijk zeggen dat de mensen heel erg de best hebben gedaan. Maar dit tuig is met geen 100 man deelgemeente te stoppen, volgens mij. Er zullen eens een keer wat hardere maatregelen genomen moeten worden, naar mijn idee. Het lijkt wel of bij de nieuwe generaties de uitdaging juist groter wordt, hè? Ja. Ze worden ook steeds jonger, volgens mij. Ja. Het is makkelijker dan natuurlijk een baantje zoeken. Mevrouw, u bent hier winkelend publiek. OV. Wat vindt u ervan dat dit de derde keer in een jaar het overval is? Ja, heel erg natuurlijk. Lachelijk. Ja. Vooral, wat moet je dan zeggen? Wat is uw mening over dat het weer gebeurd is? Vies dat het voor dezelfde keer is. Eerder een inbraak. Ik vind het wel een beetje gek worden, eerlijk gezegd. Nou, zeker na de actie op tv en hier in het winkelcentrum, hè? Ja. Oké. Okay. Nee, het is verschrikkelijk. Wel triest voor de mensen, hè? Dat je elke keer opnieuw moet beginnen. Ja, het is jammer.